gekomen zijn om getuige te zijn van mijn eigen doop. En voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Mirella Mandenmakers. En als ook van de doop dus van Anton, Jamaica en Marjolein. Hartelijk dank daarvoor. Er werd mij gevraagd om wat te vertellen over de reden waarom ik graag gedoopt wilde worden. Dus dat ga ik jullie nu vertellen. Mijn hele leven is al van kinds af aan overleven geweest. Ik vond de wereld en het leven en de mensen erin maar erg intimiderend en erg eng. En de ervaringen die ik had bevestigden dit telkens weer. Ik heb tot ik de deur voor de Heere Jezus open gedaan heb gehad, altijd ontzettend geworsteld gehad. Geworsteld met angsten, onzekerheid en een flink minderwaardigheidscomplex. Mijn leven zonder God was erg leeg en donker en levenloos. En ik voelde me nooit echt veilig of geliefd. Integendeel, ik voelde me altijd heel erg onveilig, angstig en eenzaam. En nadat ik zo'n ruim 2 jaar geleden echt het gevoel had echt de bodem bereikt te hebben gehad en ik zelfs eigenlijk niet meer wilde leven, toen op dat moment begon ik het geklop van de Heere Jezus op mijn deur steeds beter te horen. Tot ik op een zeker moment eindelijk de deur opendeed voor hem. En Jezus had heel mijn leven geduld gehad en gewacht gehad op dat moment. Het moment waarop ik dus de deur wagenwijd voor hem openzette. En toen met het geloof in God en het besef dat God een plan met mij heeft, kwam ook langzaam het besef dat mijn leven, waarvan ik zo erg het gevoel had dat dit totaal uit elkaar gevallen was, dat nou juist het tegenovergestelde waar was. Alles is op zijn plek aan het komen, voor het eerst in mijn leven. En dat allemaal dankzij de Heere Jezus. Hij heeft mij nooit opgegeven gehad en daar ben ik hem zo ontzettend dankbaar voor. Hij raakte mijn hart op een dag echt aan, Netflix kijkend naar de serie The Bible. En daar waar Jezus komt, gaat het licht aan. Wat hij je zegt, geeft je een andere kijk op het leven. En plotseling wordt alles helder en ga je echt zien. En je ziet dat je niet in het duister hoeft te blijven ronddwalen. Dat zijn de leugens van de duivel, dat je minder waardig bent en maar genoegen moet nemen met angst, depressie, ziekte, pijn, etc. En met de druk die je opgelegd wordt van buitenaf, het moeten voldoen aan dat standaard plaatje en het pijnlijke altijd tekort te lijken te komen om aan die wereldse standaard te voldoen. Jezus spreekt je daar vrij van. Hij opent je ogen door zijn onvoorwaardelijke liefde en hij richt je op. En zo sta je op om te gaan schitteren. Zie jij jezelf dat schitteren niet altijd doen, net als ik soms niet, blijf dan simpelweg naar Jezus kijken en laat je niet afleiden. De wet en het wereldse, die drukt je neus op al je tekortkomingen, zodat je jezelf gaat afkeuren en je verliest je zicht op Gods genade en goedkeuring. En als je dat verliest, dan leidt dat weer tot veroordeling en duisternis. Blijf dus altijd kijken naar de Heere Jezus in goede en slechte tijden. Dan wordt Hij jouw spiegel waarin je jezelf ziet schitteren. Jezus is mijn en ook jullie vrede, vreugde en gerechtigheid. Dus blijf nooit zitten in die put van duisternis en angst en veroordeling. Maar sta op en schitter. Mijn en ook jullie licht is gekomen. Om over ons en over ons schijnt de glorie van de Heer. En dit is voor mij dus de reden om mijzelf te laten dopen. En ik wil mezelf echt helemaal geven aan de Heere Jezus. Het is de hoogste tijd voor mij om mijn oude, donkere overleven achter me te gaan laten. En mijn nieuwe leven in het stralende licht van de Heere Jezus te gaan omarmen. En te gaan schitteren. En met het dopen ga ik dit dadelijk letterlijk en figuurlijk doen. Dank jullie wel. Ja.